Hele linkerboel. Levensgevaarlijk daarbinnen. En je kan niet lopen, je wordt helemaal geplet. Dus wij waren heel snel weer buiten na een paar dingetjes gezien te hebben. En we wilden alleen maar naar buiten eigenlijk. Het is één grote aanfluiting. De ervaringen van bezoekers van vorig jaar echoen nog na. Toch laten deze mensen zich niet afschrikken. Durft u het wel aan vandaag? Tuurlijk. Ik ben nergens bang voor. En vorig jaar mochten de mensen niet in omdat het gevaarlijk was door de brandweer. Maar het was wel gezellig. Ja, het was wel heel gezellig. Maar ja, alleen je kon niet lekker kijken. De organisatie heeft een paar aanpassingen gedaan om herhaling van de chaos te voorkomen. Nou, sowieso zijn we 4 keer zo groot geworden. Dus ja, als de hoeveelheid bezoekers vorig jaar die we toen hadden, dan zou dat geen probleem zijn geweest. Daarnaast kunnen de bezoekers nu een dag kiezen om te komen. En houden genoeg ruimte over dat ook mensen die nu aan de kassa komen toch gewoon naar binnen kunnen. Met bezoekers die vorig jaar ontevreden naar huis gingen. Ja, vorig jaar was het levensbedreigend voor iedereen die hier binnen ging. Dat is gewoon gevaarlijk, chaos. Werd een regeling getroffen. Ik heb nu voor 4 personen een uitnodiging gekregen om gratis binnen te kunnen. Door deze aanpassingen lijkt de beurs tot nu toe een stuk minder chaotisch te verlopen.